De van Tjede delicte verdachte Huissenaar, die eind februari werd opgepakt, werkte bij woongroep Het Dommeltje op het terrein van Werkenrode. Dat blijkt uit een brief die is verstuurd aan de ouders van kinderen die op Werkenrode jeugd verblijven. De verdachte werkte daar in de periode 2015 en 2016. In de brief, ondertekend door de manager jeugd, staat ook dat er geen reden is te denken dat er meer kinderen bij zedendelicten betrokken zijn. De man heeft naast in Het Dommeltje niet in andere woongroepen van Pleurijn gewerkt. Vrijdag werd bekend dat een 29-jarige inwoner van Huissen was gearresteerd op verdenking van vervaardiging, verspreiding en bezit van kinderporno. Ook zou hij ontucht hebben gepleegd met een minderjarige. De verdachte was, behalve werkzaam bij Pleurijn, ook actief op een judoschool voor kinderen in Arnhem.